Het was vandaag voor de 59e keer Nationale Boomplantendag. De leerlingen van OBS De Driebond gingen samen met onderwijswethouder Ton Schroer fruitbomen plaatsen. Dat werd gedaan op een bijzondere plek, namelijk langs de nieuwe fietsroute voor de leerlingen. De kinderen hebben bomen geplant in het kader van de Boomfeestdag. Maar dat kon heel mooi gecombineerd worden met het nieuwe fietspad wat hier aangelegd is. En dat is een eetbaar fietspad. Wethouder Ton Schroer mocht samen met de kinderen de eerste boom planten. Nou, in totaal komen hier 40 fruitbomen. Dus appels, peren, maar ook tamme kastanjes. Ik heb er net één geplant. En uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat de kinderen die bomen zelf een beetje gaan onderhouden. Waar ze ook elke dag dan langs gaan fietsen. En dat ze natuurlijk uiteindelijk ook de vruchten kunnen plukken, letterlijk en figuurlijk. Zodat ze daar ook op een hele leuke manier met hun omgeving bezig kunnen zijn. Het was nog flink wat werk om de boom in de grond te krijgen. Wat maak je een beetje klein? De grote blokjes. Oh, de grote blokjes modder? Ja. En weet je ook om wat voor boom dat het gaat? Een kersen. Een kersenboom? Vind je het een beetje leuk? Ja. Heb je het al eerder gedaan of... Nee, ik heb dit nog nooit eerder gedaan. En volgend jaar weer of... Ja. Ik maak het plat. Wat maak je plat? De modder? Is het nodig? Nee. Op deze bijzondere dag kreeg wethouder Ton Schroer ook een eigen bankje tussen de geplante bomen. Ja, dit is echt een verrassing. Dit zag ik niet aankomen. Maar het is een initiatief natuurlijk ook van het dorp. Ja, daar ben ik hartstikke trots op. Dat gebeurt me bijna nooit. Dus ik zal hier zeker ook na mijn wethouderschap nog wel eens komen om op dit bankje even te relaxen. Dat lijkt me hartstikke leuk.